Hallo. Ja, ik ben dus net klaar met lezen in dit werk. En ik moet toch wel eerlijk bekennen dat het een tijd geleden is dat er een boek is geweest wat mij zo diep heeft weten te raken. En me tevens tot denken heeft aangezet. Het boek wat ik heb gelezen is Sit Volleyball van Jouke de Haan. Ik moet wel direct gelijk even een kanttekening plaatsen bij de cover, want daarop is deze meneer te zien. Zie je hem? Deze meneer? En deze meneer is duidelijk niet aan het zitten. Die is aan het vliegen. En als je kan vliegen, lieve mensen, en zeker met één been. Ja, dan beschik je gewoon over bovennatuurlijke krachten. En dan ben je een superheld. En dan had dit boek gewoon Amazing Spider-Man moeten heten. Dus dat wil ik dan Jouke toch nog even meegeven. Denk goed na over wie je op de cover zet. En ga niet zomaar plaatjes van internet aftrekken. Weet je. Ja, goh. Sit volleybal zie ik jullie denken van ja, is dat dan volleybal voor luie mensen? Nee, dat is geen volleybal voor luie mensen, want luie mensen die zitten alleen maar en die peinzen er niet over om ook maar een volleybal ter hand te nemen. Maar goed, dat terzijde. Ja, mocht jij bij jezelf denken van goh, ziet volleybal leuk, dan is dit een heel leuk naslagwerk. Of als je bij jezelf denkt, goh, ik zou toch wel eens wat dieper in de wereld die zitvolleybal heet willen duiken. Dan kan ik deze ook van harte aanbevelen. Want het staat echt boordevol met allerlei leuke feitjes en wetenswaardigheden over de sport zitvolleybal. Ik zal een voorbeeld geven. Hier, kijk, bijvoorbeeld hè, bij een dubbelamputatie die hoog zit. Maar zeggen, daar is de verplaatsbaarheid zeer goed. De balans is moeilijk. Je wankelt dan. En de bijzonderheden zijn dan dat je wel zeer wendbaar bent en dus heel erg geschikt bent als spelverdeler. Bij een eenbeenamputatie is de verplaatsbaarheid goed. De balans is redelijk tot goed, maar de balans is afhankelijk van de amputatie en het been zit soms in de weg. Maar soms ook niet. Het kan dus ook zijn dat dat been helemaal niet in de weg zit. En dan zit het niet in de weg. Bij polio is de verplaatsbaarheid redelijk, de balans is redelijk goed. Maar de balans is afhankelijk van de mate van de handicap en of beperking. Het been kan in de weg liggen. Dus er zullen sommige mensen zijn die bij zichzelf denken: ja, godverdomme, ik wil volleyballen, maar mijn been ligt in de weg. Of je zou mensen hebben die bij zichzelf denken: van ja, mijn been ligt wel in de weg, maar ik ga godverdomme gewoon lekker volleyballen. Weet je, dus denk een beetje meer afhankelijk van het type mens. Dus ja, dat is hartstikke leuk allemaal. Ja, wat ik dan wel jammer vind, en ook wel bij mezelf denk van joh, weet je, Jouke, is het wel eerlijk om een boek over zitvolleybal te schrijven? Want door een boek over zitvolleybal te schrijven, plaats je mensen met amputaties en beperkingen, die plaats je dus op een voetstuk. Weet je wel? En als mensen met amputaties ergens geen zin in hebben, dan is het wel om op een voetstuk te worden geplaatst. Want ja, daar kankerstralen ze vanaf en dan lacht iedereen ze uit. En deze mensen, weet je, die willen helemaal niet bijzonder zijn. Dat zijn ook gewoon mensen en die willen ook gewoon meedoen aan de maatschappij en een steentje bijdragen. En ik weet niet of het juiste. Of het juiste is om daar dan boeken over te gaan schrijven.
Want dan plaatsen ze je eigenlijk dus buiten die samenleving. Waar we allemaal zo graag aan meedoen. Dus dan rest mij de vraag. Jouke, waar de fuck ben jij mee bezig? Maar in principe leest het wel lekker weg. En ja, is het best een leuk boek.